De stad Utrecht is in rep en roer vanwege een bizarre reeks ontvoeringen. Camera klaar? Ja. Geluid klaar? Ja. 3, 2, 1, actie. Welkom allemaal bij het nieuws vanuit Utrecht. Graag uw aandacht voor het nieuws over de 6 vermiste meisjes uit Utrecht. We gaan naar onze verslaggever Rachel Lene, die in de binnenstad staat. Goedemorgen Anies. Het gaat dus om een reeks ontvoeringen. Wat wel erg bizar is dat al die ontvoerde meisjes blond zijn. Ik sta nu bij de ouders van een van een blond ontvoerd meisje. Denkt u dat het feit dat uw dochter blond is er iets mee te maken heeft? Nee, maar het is wel heel toevallig dat al die meisjes blond zijn. En meneer, wilt u nog een oproep doen aan de mensen? Nou, als u mijn dochter ziet, breng haar dan alsjeblieft terug. Oh, alsjeblieft. Terug naar de studio. En misschien later nog meer over de blonde roof. Een van de verdachten is generaal Plakjesworst. Hij staat bekend omdat hij heel veel worst eet. Maar er is nog geen hard bewijs tegen hem. Een huiszoeking is gedaan, maar er is nog niks gevonden. Dit was het nieuws. Nog een fijne dag verder. De blonde meisjes zijn inderdaad ontvoerd door de generaal, maar dat weet niemand. Hij heeft ze namelijk verstopt op een geheime zolder in zijn huis, waar niemand bij kan komen. Behalve hij en zijn bewakers. Auw! Auw! Veel plezier met dat blondige spuis. Kom jongens. Hoe gaat het? Ja. Wat is dit? We zijn op de zolder, generaal Plakjesworst. Maar wat wil hij? Volgens mij wilde hij ons uitroeien omdat we blond zijn. Ze hebben hier ook niet eens centrale verwarming. Ja, echt erg. Ik heb een plan. We kunnen onze ouders WhatsAppen en dan kunnen ze vast hier naartoe komen. Ja, geniaal! Super idee. Wat? We hebben niet eens wifi? Hoe kan dit? Geen streepje. Maar dan kunnen we ook niet onze ouders bereiken. Geen bel. Hebben jullie nog extra beltoeters? Niet eens een streepje? Nee. We hebben geen internet. Vind je het gek? We willen niet dat jullie gaan bellen. Wat? Nee. Stil zijn. Ik hoor jullie echt wel. Pas maar op, want ik maal jullie blonde haartjes lekker tot plakjes worst. Ik heb de koud. Kom. Weken, maanden gaan voorbij op de koude zolderkamer. Maar de blonde meisjes worden maar niet gevonden. Na lang wachten denkt een van de blonde meiden een plan te hebben om te ontsnappen. Ze neemt één ander blond meisje mee naar de wc. Wij wachten hier wel. Oké. Ik weet hoe ik kan ontsnappen. Hoe dan? Door het riool. Ik ben klaar en ik kan er vast doorheen. Oké. Wil jij smoes voor mij bedenken? Ja, bedenk wel iets. Veel succes. Doei. Hey man, ik moet ook naar de wc. Oké, ik hou de wacht wel. De bewaker valt in slaap. We waren er toch met z'n tweeën? Heb je zitten slapen of zo? Sarah is al lang terug naar de zolder. Oh ja. De bewaker gelooft haar en het lukt Sarah om via het riool te ontsnappen. Ze is bang dat ze nog steeds wordt achtervolgd, dus haast ze zich naar het politiebureau, waar ze nog steeds druk bezig zijn met de ontvoeringszaak. Politie! Ik ben op voor! Politie, help! Ga niet achter! Wat is er? Rustig, kom hier eerst. Wat is er gebeurd? Vertel ons alles. Ik ben van de... ontsnap van de zolder door het riool van generaal Plakjesworst. Door het riool? Ja, ik kan er doorheen. Daarom ben ik ook zo vies. Bah. We gaan meteen uitzoeken waar meneer Plakjesworst woont en wat hij allemaal met de blonde meisje heeft. Ik was op een zolder. Rustig, wij gaan het voor je uitzoeken. Blijf jij maar hier. Oké. Kom, we gaan er meteen op af. Iedereen neemt zijn gun mee. Oké. Bij het huis van de generaal worden de bewakers direct ingerekend. De generaal die op zijn werkkamer zit, heeft niks door. Hij probeert nog te ontsnappen, maar zonder succes. Ja,
Nu bewegen! Je wordt opgepakt omdat je 6 blonde meisjes hebt ontvoerd. Nee! Actie. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van RTV Utrecht Journaal. Er is weer nieuws over de 6 vermiste blonde meisjes. Over naar onze verslaggever. Vers van de pers. Hierachter zie je de blonde meisjes die zijn ontvoerd, die verenigd worden met hun ouders. Zoals we verwachten was generaal Plakjesworst de dader. Hij hield ze gevangen op een zolder die niemand ooit nog had gezien. Mevrouw, bent u blij dat uw kind weer terug is? Natuurlijk, ik hou zoveel van ze. Meneer, was u erg geschokt over dit nieuws? Natuurlijk, het was een zieke man die dit gedaan heeft. Het is gewoon een en al discriminatie. Dit was het nieuws en bedankt voor het kijken. Fijne dag verder.